Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Het is al lang niet meer zo dat alleen Claudia de Breij nadenkt over een eventuele oorlog in Nederland. Steeds meer mensen bereiden zich hier in zekere mate op voor. Maar waar moet je in zo'n situatie naartoe? Nou, in Beuningen weten ze wel een plekje. Je zou het misschien niet zeggen als je het gemeentehuis van buiten ziet. Maar onder dit gebouw bevindt zich een enorme schuilkelder. Ja, dit is vanuit het gemeentehuis de ingang naar de schuilkelder. Zo goed als nieuw, niet van een oud vrouwtje geweest, maar beter nog, het is eigenlijk nooit gebruikt. In 1986 is het grootste gedeelte aangelegd wegens de bedreiging van de Koude Oorlog. Maar na de val van de muur, 3 jaar later, was hij eigenlijk al overbodig. Toch is overal over nagedacht. En dit was dan de schuilkelder en dit is dan eigenlijk de deur waar de mensen binnenkwamen. Nou, kijk. Dit is de deur waar een van de deuren waar dat je de ruimte, de schuilkelder eigenlijk in kwam. En dit is de tweede deur. En hier konden de mensen zich melden. Kon je hier naar beneden komen, de kelder in. Ja. Mensen kwamen van buiten, dus konden radioactief besmet zijn. Kleding werd hier uitgedaan. Je ziet daar nog de 3 douches. Eerst douchen, andere kleding aan. En dan ging men hier naartoe met de kleding die men uitgedaan had. En in dit gedeelte werden alle kleding werd daar gedumpt. Ruimte die dus eigenlijk nooit gebruikt wordt. Verse lucht, frisse lucht, aan die kant ook. En dan, dan komt men hier door deze deur, die eigenlijk vrij hermetisch afgesloten was, want er mocht natuurlijk geen lucht van buitenaf rechtstreeks hier in deze ruimte komen. Kijk, toen de tijd was het echt alleen maar bedoeld van om enige veiligheid te bieden tegen radioactieve straling. We moeten natuurlijk wel heel eerlijk zijn, op het moment dat er dat er gebombardeerd zou worden, dat deze ruimte daar absoluut niet tegen bestand is. Een iets ouder deel van de schuilkelder is de noodbestuurspost. Gebouwd in 1963 en bedoeld voor de burgemeester en zo'n 14 anderen. De ingang kwam vanuit de burgemeesterswoning, maar het had ook deze compacte nooduitgang. Ja, dit zijn de veldbedden. Bedden 3 hoog. Maar die konden ook tevens gebruikt worden als zitmogelijkheid. Een keukentje met lampen. Met een dubbele functie en ze geven licht en enorm veel warmte. Heel simpel keukentje. Douchen. Ook hier weer de lampen in de originele staat zoals het toen de tijd verlaten is. Je ziet zelfs nog de krant uit 1965. Een gedeelte daarvan. Hierachter ook weer een filterinstallatie voor water. Dat gezuiverd hier naar binnen komen. Ja, en dit allemaal voor de luchtbehandeling. En waar wordt de ruimte op dit moment voor gebruikt? Ja, het is nu een verschillende dingen. Achter mij zie je daar een vergaderruimte. Aan die kant daar is de archiefruimte van de gemeente Beuningen. En aan die kant voor de facilitaire dienst opslagplaats voor materialen. Voor de automaten, koffie, thee, et cetera, wordt daar opgeslagen. Heel veel ambtenaren, ook hier in dit gebouw, ze weten totaal niet van het bestaan van deze noodbestuurspost en eigenlijk de functie van de schuilkelder hier.